Het aantal vroeggeboortes kan met de helft teruggedrongen worden. Dat is de verwachting van professor Giet Oei van het Maxima Medisch Centrum. Hij ontwikkelde de tocopleister, een nieuwe methode om weeënactiviteiten te meten. Wij verwachten dat doordat we hier meer informatie krijgen over de activiteit van de baarmoeder, dat we daardoor ook eerder zullen vaststellen of de baarmoeder onrustig is. En als de baarmoeder onrustig is, dan zullen we waarschijnlijk ook sneller en op tijd zijn met het geven van weeënremming. Blijkt uit onderzoek dat als je dat heel erg op tijd begint, dat je daarmee 50% van de vroegeboortes kunt voorkomen. De tocopleister meet de elektrische activiteit van de baarmoeder, die veroorzaakt wordt door weeën. Voorheen werd dat gemeten met een uitwendige band om de buik van de moeder. Een methode die niet erg comfortabel is, maar ook niet zo nauwkeurig. Die voel je wel zitten, denk ik. Ja, dat voel je wel. En hij kan ook verschuiven. En als hij dan verschuift, dan is eigenlijk het signaal vaak weg. Dat is het vervelende van deze methode. En je kunt er niet zomaar mee rond gaan lopen, want dan meten we niks meer. Een andere methode is de inwendige drukmeter. Deze kan je alleen toepassen tijdens de bevalling. Deze methode is wel nauwkeurig, maar het inbrengen is niet zonder risico's. Want dat kathetertje wat je daarmee wat je gebruikt om in te brengen, je kunt het voelen, maar dat is heel erg hard. Scherp. En er zijn dus verschillende gevallen beschreven dat er door de baarmoeder heen is gedrukt of zelfs door de placenta. Mm-hmm. De tocopleister kan gemakkelijk worden aangebracht en is bovendien zeer nauwkeurig. Nou, dit is de nieuwe methode. Met deze sticker die we op de buik kunnen plakken, kun je eigenlijk precies hetzelfde meten. Hè? Ja. Dus deze gaat dan ook naar het apparaat. En dit stickertje dat meet de activiteit van de baarmoeder. Dus elk elektrisch signaaltje wat ontstaat als een spiercel samentrekt, dat wordt hier gemeten. Mm-hmm. En dat geeft eigenlijk precies dezelfde informatie als die andere methode. En waarschijnlijk zelfs nog nauwkeuriger. Het nieuwe systeem van de tocopleister heeft nog meer voordelen. Het sluit aan op de al bestaande infrastructuur van de ziekenhuizen. Ziekenhuizen hoeven hierdoor niet opnieuw te investeren. Ander voordeel is dat in de toekomst de tocopleister ook draadloos zal werken. En dat is een grote winst voor de patiënt. We verwachten dat we met deze methode straks ook draadloos kunnen gaan meten vanuit de thuissituatie. En als we dat kunnen, dan zal dat zeker heel veel ziekenhuisopnames gaan schelen. De tocopleister is samen ontwikkeld met het bedrijf Nemo Healthcare uit Eindhoven. Een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven en Maxima Medisch Centrum. Deze vinding vormt eigenlijk de basis voor verdere ontwikkelingen. En in deze nieuwe ontwikkelingen zullen we ook de hartactiviteit van het ongeboren kindje gaan registreren. En daarmee gecombineerd met de monitoring van de weeënactiviteit hebben we eigenlijk een volledige bewakingssysteem. De tocopleister wordt het komende jaar getest in verschillende ziekenhuizen. In 2012 moet de tocopleister op de markt komen.